Yo Nintendo fans, welkom bij weer de derde aflevering van Mario Sunshine. En ik moet je zeggen, in de vorige aflevering ging het allemaal een beetje moeizaam. Het was niet echt heel veel sunshine ofzo. Ik weet niet, ik vind het moeilijk. Ik vind het een moeilijk spelletje. Misschien is dit wel de moeilijkste Mario game tot nu toe. Wat denken jullie? Is dit de moeilijkste Mario game tot nu toe? Of vinden jullie een andere Mario game toch echt moeilijker? We gaan eens even kijken. We gaan hier weer een broertje van Piet kapot maken. Ik ken hem niet. Hoezo? Waarom ken je deze niet? Het zijn allemaal broers van jou. Nope. Ja, je hebt zeker zijn vriendin gepikt, of niet? Ja, en nu zegt hij niks meer, hè? Nee, nu zeg je niks meer, hè? Ik heb hem wel door. Anyways, we gaan hem kapot maken, jongen. Hoppakee. Voor jou drinken. Hier, ik heb nog meer drinken voor je. Alsjeblieft. En nog een beetje. Nom, 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 nom. Lekker, hè? Oké, je bent hier voor ronde 2, of niet? Je komt even ronde 2 doen. Hier, pak hem. Pak hem. Pak al die kleine mafklappertjes. Hoppakee. Zijn er wel veel, trouwens. Oké, nu even focus op hen. Alsjeblieft, vriend. Alsjeblieft. Wil je meer? Wil je meer drinken? Hier, ik heb nog een beetje voor je. Alsjeblieft. Ik heb nog meer. Hier. Neem. Neem, neem. Ik word lastiggevallen door zijn handlangers. Hoppakee. Dikke doei, mazzel. En daar is de volgende toren. En dit is gelijk de volgende portal naar de volgende wereld. En we gaan dus even kijken wat voor wereldje dat gaat zijn. Oh, eerst moeten we even Toad nog schoonmaken. Alsjeblieft, Toad. Graag gedaan, jongen. Dan moeten we even deze schoonpoetsen. En hoppakee, dan kunnen we door naar de volgende wereld. En dit is Gelato Beach. Staat gelato voor ijsjes? Gaan we ijsjes eten? Ik heb wel trek in een ijsje. Nou, daar zijn allemaal quackers. We worden weer gekwekt straks, jongens. Net als in Mario Galaxy. Hallo. Hallo iedereen. Hoe gaat het allemaal met jullie, jongens? Wat moet ik eigenlijk doen? Misschien moet ik even praten met hem. Oh, we moeten het water niet vies maken. En we moeten niet stappen op die dune buds. Dune buds. Wat zijn dune buds? Zijn dit dune buds? Oh, oké. Nice. Dat blaast ons even keihard de lucht in, jongens. Moet ik daar naartoe? Ik zie daar wel iets glimmen, trouwens. Wacht even. Daar is inderdaad een shine. Kan ik jouw shine krijgen? Hallo? Kan ik dit ding gewoon pakken? Nee, dit kan ik niet pakken. Ik moet eventjes hierop gaan, denk ik. Wat is de... Oh, nee. Oké. Nee. Dat is geen slim plan om daar op te gaan. Ik heb geen zin dat Mario even in 3 stukken gehakt wordt, jongens. Even kijken, hoor. Er zijn hier nog meer van die dune buds. Misschien moet ik deze even... Rustig. Ah, kijk, dit moesten we waarschijnlijk doen. Er is daar een kasteel nu. Wat moet ik bij dat kasteel doen dan? Oh, daar... Even kijken. Daar moeten we, denk ik, ground pounden of zo? Denk ik? Moet ik dit doen? Oh, ik moet er gewoon inlopen. Wat? Oh, nee. Flood is gestolen. Wat is dit voor de Space Invaders level? Moet ik helemaal daar naar het einde lopen? Oh ja, daar bovenop zit de shine. Oh, nee. Dit gaat sowieso moeilijk worden. Ik heb natuurlijk mijn buddy niet. Ik heb mijn plantenspuit niet meer, jongens. En jump. En door. Lekker. Oké. Dit gaat tot nu toe goed. Dit gaat eigenlijk best wel prima, ja. Oké, door. Hier hebben we pauze. Even kijken waar we naartoe kunnen springen. Hierop. Oh, wacht even. Oh, ik zie niks meer. Dit. Ja. Ja. Oké. Poging 2. We moeten aan de voorkant blijven lopen, jongens. Anders gaat het niet goed komen. Oké, de laatste jump. Juist, nu zijn we er weer. Oké, ik ga heel even de camera een klein beetje draaien, denk ik. Oh, nee. Oh, we moeten hier naar boven. Jongens, hierop. Ja, top. Hier kan je op blijven staan, Mario. Oh, klim. Klim meer. Klim verder. Klim hoger. Klim nog hoger. Moet ik hier wel zijn? Ik moet hier niet zijn. Hier is alleen de uppie. Waar moet ik zijn? Ik zie niks. Ik zie helemaal niks meer. De camera die tript hem als een... Ja, dat is die camera in deze game, hè. Die is niet normaal. Dat is echt mijn grootste kritiekpunt op Mario Sunshine, jongens. De camera. Verschrikkelijk. Oké, we gaan gewoon even chillen. We gaan gewoon eventjes van bruin blokje naar bruin blokje proberen te springen. Even wachten tot de andere blokjes weer terug zijn. Oké, cool. Nu springen we hierop. Ja, top. En dan in één keer door... Spring op dat bruine blokje. Oké, dit gaat alweer fout. Waar moet ik überhaupt zijn? Moet ik daar... Oh, ik moet hier naartoe. Is hier de shine? Hier is de shine, jongens. Juist! Aha! Dus ik liep net sowieso verkeerd. Want ik dacht dat daar achter de shine was. Maar daar is gewoon een uppie. Maar hier is die! Oké, dan. Shine nummer 7 hebben we te pakken.
Weer geen makkelijke shine, jongens. En door naar het volgende level T. Dat is weer op Gelato Beach en deze heet Spiegelgekte. Oh, ik zie het al. Oh, wat? Moeten we helemaal daarop? Moeten we richting dat beest? Nee, joh. Oké, wat heb jij me te vertellen? Hij zegt, alert, alert, kijk daarboven op die toren. Ja, we moeten dus echt naar die rups toe, blijkbaar. En die zit lekker te slapen. En daar zijn lekker allemaal enemies. We moeten die enemies van die platformpjes gooien, denk ik. Die man zei nog dat daar een legendarisch vogelei is op die toren. En ja, die rups, die zorgt ervoor dat het... dat dat ei in gevaar komt. Dus ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus wij gaan eens even daar naartoe. Let's go. Gaan we eens even hierop springen. En dan 1, 2... Twee. Oh, oh, oh. Weet je wat? We doen wel gewoon een backflip. Hoppakee. Makkelijker. Oké, even kijken hoe wij dan nu in die torens hier gaan komen. Ah, kijk. Ik denk dat we deze even water moeten geven. Oh, niet. Oh, dit gaat naar onderen. Maar ik wil die muntjes nog niet pakken. Oh, wacht. Kijk, daar kunnen we op. We kunnen op die. Als we dit even goed timen, dan kunnen we daarop springen. Even een saltootje. En dan gaan we zo op deze manier. Yes. Oké. Oké, wat gaan we doen? Hoppakee. Hoppakee. Hoe kan ik jou eraf gooien? Hoe doe ik dit? Is het de bedoeling überhaupt dat ik jou hier afgooi? Hij heeft zuignappen. Hij kan er niet af. Oké, we moeten hem blijkbaar naar het einde brengen. En dan moeten wij naar het andere einde lopen. Kijk, nu zouden we hem eraf kunnen pounden. Nee, blijkbaar nog steeds niet. Oh, we moeten water op hem gooien. Oké, ja. Oh, nu tilt hij één been op. En dan juist. Ja, zo doen we dit. Aha. En straks moeten we dat met 2 doen en daarna zelfs met 3. Oh, dit gaat sowieso een lastig verhaal worden. Oh, maar dit helpt wel. Ik sta in één keer op een palmboom. En ik heb ook nog maar 1 leven over. Dus ik hou mijn hart vast of dit gaat lukken. Nou, als je een muntje pakt, dan krijg je sowieso weer een leventje erbij. Althans, geen leven, maar dan kan je weer een keer meer geraakt worden. Dus ik denk dat we dat moeten gaan proberen. Om gewoon heel veel muntjes over te laten. Kan ik hier op trouwens? Als ik dit zo doe? Nee. Kan ik in deze boom klimmen? Ah, kijk. Ik kan wel in de boom klimmen en dan eraf springen. En dan zijn we nu hier. Niet te veel muntjes pakken. Die laat ik lekker nog even zitten. En dan kunnen we hier naartoe. Yes. Oké. Ik ga hem daar naartoe spuiten. En dan ga ik hierop springen. Oh, ik heb alleen niet genoeg gespoten nog blijkbaar. Oh, maar dit is sowieso lastig. Want nu zijn het er 2. Spuit, 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 spuit. Spuit meer. Ja, hij valt bijna. Hij valt bijna. Ik ben ook geraakt. Heb ik hem? Ja, hij is weg. Nice. Oké, cool. Ik ben inmiddels wel al 3 keer geraakt. Dat is al een beetje jammer. Oké, spuit, 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 spuit. Ja, top. Top. Kijk, als het er 1 is, dan is het niet zo moeilijk. Dan kan dit gewoon zo. Hoppakee. Dikke doei, jongen. Nice. Die met 3 gaat lastig worden. Oké, we hebben hier weer een klein beetje opgelost. Ik denk dat ik ook wel even water moet gaan pakken trouwens. Even 3 muntjes pakken en even weer wat water pakken uit de zee. Oké, we hebben het water weer terug. Yo, dude, wil je mij kwekken? Oh, hij raakt mij ook. Oké, dat was in Galaxy anders volgens mij. Volgens mij konden we in Galaxy niet geraakt worden door die beesten. Oké, volgens mij kan ik hier gewoon op. Ja, oké. Dan ga ik hier even een muntje pakken. En dan moeten we door naar de volgende, jongens. En deze wordt echt lastig. Hier staan 3 van die beesten op. Oké, laten we gewoon gaan. Schiet hem, schiet hem, schiet hem, schiet hem. Ja. Nice. En nu naar deze kant en dan... Boom! Heb ik er 1? We hebben er alvast 1. Dat is nice. Ik word wel gelijk gepakt door die andere 2. Die staan daar een beetje samen, soort van bromance te doen. Pak hem, pak hem, pak hem. Oh nee. Spuit, 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 spuit. Ja. We hebben de tweede. We hebben de tweede. Lekker. De tweede is ook weg. Nice. Nu nog eentje. Ah, dit is te doen. Als er 1 staat, dan is het geen probleem meer. Hoppakee. Ga maar lekker naar het randje, vriend. Ga maar. Hoppakee. En ik pound je. Nice. De derde vloog ook weg. Lekker hoor. En wat gebeurt er nu dan? Kan ik nu naar het legendarische vogelei? Oh, de rups wordt wakker. Oh, de rups die valt gewoon uit elkaar. Nee joh. De rups valt gewoon helemaal uit elkaar. Daar is de volgende shine die we moeten pakken. En die vliegt helemaal naar het strand. Oké, go Mario. Ik denk, is dit de snelste manier om het te verplaatsen? Een buikschuiver en dan een jumpie maken. Zo, hop, 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 hop. Oh, oké. Moeten we alleen niet in het water gaan? Hallo. Bedankt voor je shine. Bedankt voor nummer 8. Lekker hoor. Ja, dit ging toch sneller dan ik had verwacht. Het gaat in ieder geval allemaal beter dan in de vorige aflevering, jongens. Oké, derde level op Gelato Beach. Wiggler ahoy. Volle vaart vooruit. Oké, dan. Moeten we weer gaan racen of zo? Wow. Oké, de rups is boos. De rups was helemaal nog niet kapot. Kijk, hier is die. Kijk hem dan. Hij wordt helemaal lijp. Kijk hem boos kijken, joh. Wat? Hoe gaan we dit dan weer doen? Oh, wacht.
Misschien moet ik hem tegen een berg aan laten lopen. Oh ja, kijk, 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 dit werkt. Dit werkt. En nu? Moet ik bovenop hem springen of zo? Nice. Spring. Pak hem. Oh, of moet ik die andere pakken? Ik moet deze pakken. Nice. Lekker. Oké. Niet zo boos meer doen, jongen. Niet zo boos meer doen. Doe maar. Oké, hij wordt alleen maar bozer natuurlijk. Oh, kijk dan. Het stoom dat komt uit zijn ogen, uit zijn oren, neus, overal. Waar ga je naartoe? Oké, ik ga even deze weer openmaken. Misschien knalt hij weer hier tegenaan. Ja, het is weer gelukt. Oké, cool. We hebben hem weer. Saltootje. En hier omhoog. En dan boom, pounden. Nice. Lekker hoor. Oké, ik denk dat we het nu nog één keer moeten doen. Meestal moet je met Mario bazen moet je iets drie keer doen. Dus laten we deze weer omhoog brengen. Oh, dit was iets te vroeg, denk ik. Hij staat nu daarachter. Maar hij komt vast nog wel hier naartoe. Oh, ik ben te laat. Of niet? Heb ik hem? Nee. Hij gaat er omheen. Go. Hij komt eraan. Ik hoor hem. Ja. Nice. Kijk waar hij helemaal naartoe gaat. Hij ligt helemaal in het water. Nice. Pak hem. Kijk waar hij helemaal ligt, joh. Lekker, hoor. Daar gaat hij. We got him. Oké, dit was wel een leuke boss fight. Hij was ook niet te moeilijk. En ik vond hem best wel grappig. Hij keek wel echt heel boos, hoor. Ik was wel een beetje bang. Maar, hoppakee. We hebben ook de volgende shine nu alweer te pakken. Dit gaat super lekker. Hoppa! Ik denk dat we er nog wel eentje kunnen pakken, jongens. Laten we gewoon nog eentje doen. De zandvogel is geboren. Zo heet dit level. Oeh, ja, het ei is uitgekomen. Oh, en hij is weggevlogen. Waar is hij naartoe dan? Oké, maar waar is de vogel dan? Moeten we nu in het ei? Kan dat vanaf hier? Nee, dat kan niet vanaf hier. Oké. Ah, we moeten erin glijden. Kijk, we moeten hier af en dan zo springen en dan bounce en dan hoppakee. Ja hoor. En waar komen we dan te... Holy crap. Check deze zandvogel. Wat moeten we doen? Moeten we alle rode muntjes pakken? Ik denk het. Ik heb er nu 2. Ik heb er nu 3. Hier is nummer 4. Ja? Oké, hier is een uppie. Pak het uppie. Nice. Oké, hier is weer een... Weer eentje? Ja. Oké, 5. Oh, nee. Oh. Oké, gelukkig heb ik het uppie gepakt. Oké, mag ik... Ja, ik mag hier gewoon op, toch? Oké, chill. Rustig aan. Hier is nummer 2. Als ik elke keer het uppie kan pakken, dan is er niet zo'n probleem. Maar dit is echt wel moeilijk. Oké, wacht maar op het uppie. Die moeten we sowieso pakken, Mario. Kom op. Oké, dan moeten we dus blijkbaar hier naartoe. Yes. Zijn staart die gaat aardig heen en weer. Oh, nee. Oh, ik kan wel hier op de wolk. Oh, we kunnen gewoon chillen op de wolk, joh. Ik ben benieuwd of die wolk ooit weggaat. Die vogel die gaat in ieder geval wel behoorlijk weg. Komt die vogel nog een keer terug? Ik heb niet de hele dag de tijd. Ik moet letterlijk over 10 minuten weg. Oh, jongens, daar komt hij weer. Oké, moet even opletten. Hij is er weer. Ik durf alleen niet heel erg te springen of zo. Ja, kijk hoe erg die kantelt. Dude. Hoe erg kantel jij? Oké, ik ben nu hier. Kan ik dit muntje hier pakken? Mario zat vast. Nee. Oh ja, we staan er nog op. Nice. Nu moet ik deze nog. En hier is er nog één. Oh, pas op. En ik denk dat het laatste muntje misschien ergens op een toren zit of zo, want die is niet hier. Oh gosh. Oh nee. Niet nog een keer kantelen alsjeblieft. Blijf alsjeblieft zo vliegen. Voor mij. Niet nog een keer kantelen, hè. Gewoon chill. Gewoon rustig aan vliegen. Even kijken hoor. We kunnen de camera van wel een klein beetje afstand doen. Maar ik zie nergens nog een rood muntje. Oké, wat gaat hij doen? Oh, hij gaat kantelen. Oh, kan ik nog terugkomen? Alsjeblieft. Ja. Nee. Ah, ik stond erop. Ah. No. Hij kantelde echt veel te snel, joh. Oké, nog een keer. Oké, kom maar. Uppie. Oh, wat? Nee, we hebben het uppie niet. Dat is gemeen. Waarom glitcht het uppie er nu doorheen? Hij bleef er elke keer gewoon liggen. En nu niet. Dus als we nu doodgaan, dan redden we het niet meer. Hij gaat weer kantelen, hè, zo. Toch? Ja, waar ben ik? Ik zie mezelf niet. Waar ben ik? Ik zit... Hè? Ik zat er gewoon in. Hè? Ik snap het niet meer. Wat gebeurt hier nou? Oké, dit is super weird. Oké, spring Mario en weer erop. Klim. Ja, dag.
Wat een stom level. Waarom pakt hij niet gewoon dat randje? Ah, ik ben er klaar mee, jongens. Dit level slaan we even over. Oh, ik heb nog een leven. Oké, nou, dan gaan we het nog een keer proberen. Hij gaat weer kantelen, blijkbaar. Wow, waar gaan we helemaal naartoe, joh? Wat is dit nou? Waarom is dit level zo raar? Oké, ik denk... Kijk, eigenlijk moeten we gewoon hier gaan staan, denk ik. Als we gewoon op dit randje gaan... Blijf dan staan, Mario. Holy shit. Oké. Anders blijf je hier staan. Ik weet niet waarom dit nou gebeurde, maar oké, we staan nu hier. Ik heb zo'n beetje alle muntjes al, volgens mij. Hij gaat nu weer terugdraaien, dus oké, dan gaan we nu ook weer springen. Ja, oké. Nou, we zijn weer terug. Met 7 muntjes. Nou gaat hij straks nog 1 keer draaien. En ik heb zo'n vermoeden dat hij dan de andere kant op gaat draaien. Dus dat hij dan aan deze kant gaat draaien. Dus ik blijf een klein beetje hier staan. Of gaat hij dat niet? Zou hij dat niet doen? Zal die toch aan de andere kant... Ik weet het allemaal niet, jongens. Ik weet het toch niet. Ja, hoe die nu vliegt, denk ik toch dat die naar links gaat draaien. Dus dan houdt in dat we toch hier moeten gaan staan. Hij gaat iets doen. Hij gaat iets doen. Hij draait dus inderdaad wel de andere kant op. Kan ik dit halen? Ja, nice. Nice. Nee! Ja! Oké. We hebben dit gehaald of zo. Nu... Oh, daar. We moeten naar dat platform springen. Snel, Mario. Spring. Laatste muntje. Ja! Oh, dit is een lastig level, jongens. Maar met een paar keer oefenen lukt het wel. En je moet ook een beetje geluk hebben. Want ik... Ja, af en toe glitcht die gewoon ergens doorheen of zo. En dan lukt het blijkbaar wel. Hier is Shine nummer 10. Lekker. Nice. En er is weer wat veranderd door op Delfino Plaza. Want daar is een soort van Bowser-achtig waterscooter ding. Anyway, met 10 shines kan ik weer gerust afsluiten, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je Nintendo vet vindt. Want op dit kanaal komen elke dag Nintendo video's. Laat even een reactie achter, want dat vind ik leuk. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel.